niemand is dapper genoeg om om de hoek te kijken. Ook mevrouw Mosmans niet, die al gauw verwittigd werd en helemaal in paniek op haar snelste tempo kwam aangehaald. Ze belt snel de politie, maar is verder ten einde raad. Ik krijg een raar gevoel in mijn buik. En deze keer is het niet van de honger. Ook al is het bijna middag. In de refter merk ik dat ik niet de enige ben die op dit moment geen boterham voor zijn keel kan krijgen. Of het nu is omdat sommige leerlingen geen eten bij zich hebben, omdat we normaal gesproken buiten de school mogen, wat nu niet gaat omdat alle poorten gesloten zijn op aanraden van de politie. Waarom moet je dat gaan maken? De politiebevel, jullie moeten naar de refter. Of omdat ze gewoonweg geen zin meer hebben om te eten door wat er tijdens het derde lesuur is gebeurd. Ik gok het weer. Op de speelplaats wordt er over niets anders dan het hele gebeuren gepraat. Ook de jonge leerlingen weten ervan. Er heerst een angstig en onveilig gevoel over de hele school. Iedereen zit met vragen die onbeantwoord blijven. Na het belsignaal wordt onze klas apart geroepen, omdat wij de eerste getuigen zijn. Als we te horen krijgen wie het slachtoffer is, slaat onze angst om in verdriet. Mevrouw Karnas is vermoord.